We staan op de Tupoleflaan in Schiphol-Rijk. Wat is er gebeurd? We hebben een alarmering gekregen voor een brand in een bedrijfsgebouw. Toen de brand weer ter plaatse kwam, sloeg inderdaad vlammen uit het dak. Nou, die hebben we ongeveer binnen een half uur eruit gekregen. We zijn nu bezig met kijken of we aan de binnenkant een aanval kunnen doen om de brand daar te bestrijden. Het betreft een bedrijfsverzamelgebouw. Het is niet precies bekend wat daarin zit. We zien dat er veel rook vanaf komt. Waarschijnlijk door de bitumen op het dak. Om hoeveel bedrijven gaat het? Ja, dat is op dit moment heel moeilijk te zeggen, omdat het een bedrijfsverzamelgebouw is. Volgens onze gegevens betreft het in ieder geval geen gevaarlijke stoffen of opslag van gevaarlijke stoffen. Wat natuurlijk wel zo is, er komt veel rook vanaf in eerste instantie van het pand. Waarschijnlijk door de bitumen van het dak. Rook is sowieso gevaarlijk en het is onverstandig om in de rook te gaan staan. We gaan dadelijk over om meer aan de binnenkant van het gebouw in te zetten. Om de brand tot de kern te bestrijden, ja, dan zal het misschien meer duidelijk worden. Heeft u enig idee hoe lang het nog gaat duren? Nou, waarschijnlijk hangt het af natuurlijk van wat we binnen aantreffen. Maar we zullen denk ik nog wel de ochtend bezig zijn om de brand helemaal af te blussen.